allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karen Stalman van de Werf. Mijn man die heet Roderick Stalman van de Werf. En het is vandaag donderdag 3 september. Het is 1:15. Ja. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Yay! Ja, en wat ben ik aan het doen? Ik ben hondjes aan het uitlaten. Nee, kom. We gaan nou niet graven. Nu even niet. Want om 2:30 heb ik mijn autorijles. Ja. Vanavond ga ik ook naar Den Helder. 2 nachtjes. Buh. Nou, niet buh, maar het is gewoon even weer even wennen voor mij. Nou ja, wennen. Het is al een hele tijd iedere keer 1 nachtje. Maar nou is het dus even 2 nachtjes. Niet zo trekken. Is niet nodig, niet. Kom. Jut. Au. Ja, spagaat. Die daar en die moet helemaal deel op. Ga mee. Ja. Rustig. Nee. Kijk, en ik zit dus. Zo. Zo ingewikkeld. En ik loop even lekker naar achteren, want ze trekken mij een beetje te veel. Nee. Dat gaan we niet doen. Lopen. Rustig. Jij moet ook niet zo trekken, want ik trek terug. Ja. Punt. NL. Lekker pu. Ja. Ja, het is alweer even kijken. Want mijn klok op de muur, die is empty. Hè? Ja, de batterij. Dus ik moet even kijken. Het is nou net 5:05. Ja. Want kijk, ik lig niet. Hij staat stil. Kijk. Hij staat echt serieus stil. En deze staat dus niet stil. Nee. En nou ja, gisteren hebben we dus eventjes geshopt. En dat wil ik jullie graag even laten zien. En daarbij, ik heb mijn moeder nog even aan het, mama nog even aan de telefoon. Hallo allemaal, zegt ze dus. En even zometeen nog even mijn bureau nog even opruimen. Dus nog een hoop te doen. En nog even mijn tas inpakken. Want ik ga vanavond weer naar Den Helder toe. Ja, ik blijf elk weekend naar Den Helder gaan, maar joh, leuk toch? Ja, heel leuk. Gezellig. Hè, dame van het goede leven? Ja. Nou, ik ga eventjes zo eventjes jullie laten zien wat ik heb gehaald, dus het komt helemaal goed. Nou, daar was ik weer. Maar ik ga nu eventjes laten zien wat ik gisteren heb gekocht bij de Primarkt. Ja, bij de Primarkt. Eén, het is wel in principe heel veel lingerie, maar dat maakt me helemaal geen ene bal uit. Want iedereen draagt lingerie. Dus ja, vrouwen ook en sommige mannen, als ze het fijn vinden. Maar hun moeten ook een boxer of een slip dragen, dus dat is ook lingerie. Alleen wij dragen even iets meer, zoals een BH. Dus ja, dus ik vind het helemaal prima. Nou. Ik heb dus deze gekocht. Want dit is de nieuwe selectie, hoor. Ja, hoor. Collectie. Zo, moet ik het wel goed gaan zeggen. Hè? In plaats van selectie. Ja, joh. Ja, nou, dat is deze. Niet gevormd. Helemaal niet. Ik heb dan 90E. Ja, kijk, dat kun je ook zien. 90E. Helemaal leuk. Helemaal goed. Dus, en daar heb ik nu ook een BH van, maar het is een hele andere BH die ik nou aan heb, maar die zit ook onwijs lekker. Daar heb ik er nog eentje van gekocht, die ik dus nu aan heb. Nou ja, ja. Hij gaat helemaal door en dat vind ik wel heel gaaf. Kijk. Je kan hem dus ook strapless dragen, want deze bandjes kennen de af. Moet ik het wel goed doen, want anders kan hè. Kijk, deze bandjes kennen dus de van af. Moet ik wel willen wat ik wil. Maar het wil niet, dus dan ga ik het eventjes aan de andere kant proberen. Ja. Kijk, bandjes kennen dus de van af. Dus met mooiere zomerdagen heb je mooie strapless BH. Dus daar heb ik er nu ook één van aan. En hij zit onwijs lekker, kan ik je vertellen. Ja.
Nou, en ik heb weer een paar mooie slipjes erbij. Een zwarte. Dit is dan een maatje. Heel, ik blijf aan het draaien. Nou, maatje L. Ja. En, nou ja. Met deze. Nou, daar kom ik later even op terug. Ja. Nog een slipje, een zwarte. Van dezelfde merk dan de BH's. Dat is allemaal een nieuwe collectie. Daar kom ik ook zo even op terug. Even kijken. Kijken in die kelpen. Hè? Even kijken. Zo. Even kijken hoor. Even kijken. Zo. Heb ik. Hier heb ik dus nog weer een paar slipjes van. Ook nog eentje. Is even handig. Is leuk. Is grappig. En ik had zoiets. Ja, ik vind het niet mooi. Maar ik ga het toch eens een keertje uitproberen om te kijken hoe het zit. Waarom? Omdat ik eigenlijk altijd fan ben van deze slipjes. Nou, je ziet hier dus een naad lopen. Naden. Maar deze slips heb je dat dus niet. Kijk maar. Dan heb je helemaal geen naadjes. Het is gewoon naadvrij. Dus dat ga ik eens een keer uitproberen. Ja. En met deze kleurcombinatie kwam Roderick mee. Qua BH's. 3 in 1. Ja. Dus ik vond hem wel erg mooi. En dat is ook gewoon een 90-1. Maar ze hebben dus niet dezelfde slips in dezelfde kleur. En ook niet qua motief. Dat vind ik wel heel jammer. Maar Roderick is heel creatief geweest. Ja, en dat als man zijnde. Kijk, want dit zit dan nog ook. Want dit zijn dus 3 BH's. Een donker paarse. Een soort van licht, nou ja, een beetje donkerroos. En dan met deze print. Nou, kom er ook met deze aan. Ook weer naadloos. Een beetje donker en een beetje wat lichter. Een mooie combinatie dan toch, als je het zo moet bekijken. Ja, ik vind hem wel grappig. Dus een shout-out naar Roderick dat hij het heel goed heeft gedaan. Ja, mag ook gezegd worden. Dus dat heb ik gisteren gekocht. Ben ik blij mee. Mag ook gezegd worden. Ja, dat mag lekker gezegd worden. En lekker dat en bij de Primarkt. Ja. Zo, kijk eens aan hoe dit erbij ligt dan. Cutie. Ben je lief? Hoe lig je er lekker bij? Het liefst wil ik zo lekker bij je gaan liggen en lekker met jou gaan knuffelen. Ja. Ja. Het liefst doe ik dat hoor. Lekker met jou knuffelen. Ja. Ja, echt wel. Ja. Het liefst ga ik lekker bij je liggen. Oeh. Daar heb ik een mooie foto van. Yay. Kijk dan. Jij bent mooi. Hi, Mau en Mau, wat moet jij dan? Zo. En daar hadden we Roderick alweer. Alles goed? Nee, niet alles. Vertel. Een beetje triest weer buiten. Ja, dat weet ik. Daarom is niet alles goed. Nee, en bij mij ook niet. Maar ik ben wel weer vlaggetje af. Oh, dat is het goed. Ja. De wimpel hangt ook niet meer buiten. De wimpel hangt ook niet meer buiten. Nee. En wat ben jij nu aan het doen? Ik zit nog even te kijken, want donderdag 8 oktober is de diploma-uitreiking voor jullie. Van 1600 tot 1700. Waar? In Hoogvliet. Hoogvliet, oké. Okay. In verband met COVID-19 wordt het helaas een bescheiden uitreiking zonder familie en of partner. Je twijfelt of je al... Hoor. Als je recht hebt op diploma, neem dan contact op met mij. Er zijn nog een aantal studenten die het niet helemaal klaar zijn. Ze zullen hun diploma op een later moment ontvangen wanneer ze de laatste examens ook hebben behaald. Misschien ook goed reset. Oh, mooi zo, toppie. Ik ga daar even op reageren met een
dingetje, weet ik het. Hoe krijg je dat van elkaar? Geen idee. Duimpje. Dus. Ja, heb het. Dus volgende maand diploma-uitreiking. 8 oktober. Mooi. En toen was het lekker donker. Het is alweer 8:45. Ja. Dus. En zo. Ik wou net zeggen. Dat is handig. Om te dicht langs komen blazen. Maar ik zie jullie gewoon weer morgen. Middag, want ik denk dat ik morgenmiddag even naar mama toe ga. Dus dan kan ik wel even vloggen vanzelf. Dus tot morgen. Ja, lieve mensen, het is alweer vrijdag. 4 september. Ja. Gaat het? Nou, zoals je ziet ben ik dus in Den Helder. En zoals je ziet, bij de Wolder loop ik nu. Yes, lekker bij de Wolder. En ik ga nu even op een gemakje even naar mama toe lopen. Lekker met een klein omweggetje, waarom ook niet. Eventjes voor jullie leuke impressie maken. Voor een leuke weekend volg even zelf. Meisje. Hé, hey, meisje. Die ogen gemaakt worden. Hé, hey, wijfie. Geen emmer is kadoek. Die is weggegooid. Ja, hey, meisje. Yes. Hierheen de schoonmaakmiddel. Hé, hey, meisje. Ik heb ook een bak. Daar is ook iedereen gek mee. Daar is ook mijn andere meisje. Ik had die legt op de wasmachine. Nou, ja. Dat zie je wel. Dat is bruin. Hm? En ik heb het zo van de week ook goed gemaakt. Maar toen lukte het nog verder niet. Die doekjes. Daar ook. Hé, hey, meisje. Had ik het meegedaan. Ik had ook geen kracht meer. Maar Ewen, die legt s'nachts weer op de wc. Dus ja, ook de deksel is smerig. Ja. Ja, en we doen het hiermee. Die smeren dus niet. Nou, top. Nee, ik pak dan wel gelijk een dettel alvast, want dan doe ik gelijk inderdaad boven dan die kattenbak. Hey, kijk, Gandalf, kom dan. Hey, manneke. Gandalf. Hey, manneke. Gandalf. Wat is je dan? Nou, dat is hè? Jullie kennen Rijka. Oh ja? Oh? Sinds wanneer ben je zo zielig? Sinds wanneer ben je zo zielig? Oh, is het zo? Oeh, en daar hebben we Eeuwin. Ja, jeukie hè. Ja, jeukie. Oh ja. Nou, nou. Ja, hé. Hey. Hé, hey, meisje. Hé, hey, meisje. Hé, meisje. Lekker, hè? Ja, meisje, lekker, hè? Nou, jij moet niet zo piepen. Zo, wij gaan zo lekker de dorp in, stad in, marine vestiging. Ik vind het allemaal best. Nee, ik had niet mee. Nee, Rijka mag niet mee. Nee, is niet handig, want ze mag geen winkel zien. Nee. En wij lekker wel. Toch, mam? Ja. Ja. Lopen. Nee. Mijn nou. Ja, dus, en toen? En toen? Waarom zit mijn haar al te doen? Echt niet. Ik moet het weer aan. Nee. Zo. Kom. Ja. Kusje. Mwah. Dankjewel. Blijf.
Zo, lekker de buitenlucht in. Ah, mama gaat met hem in de ro-ro. Doe het even zo. En voordat anders de kat naar buiten gaat, wat ze niet wil. Ja? Kan ik? Blijf terug. Mooi. Zo, nou loop je dus in de binnenstad, zeggen ze. Kijk, en daar hebben we mama. Kijk, ook handig. Hey, daar komt een molaar vandaan. Ja, dat weet ik. I know. De dino. Ja, dat weet ik wel. Kijk, die kijk. Hij zegt een vriend. Een nieuwe vriend. Ga er wel achter. Yes. Yes! Zo, we zitten nou lekker eventjes in het park. Ja, ik vlog niet. Nee. Geen zin in? Ik kom thuis wel. Nou, is dat goed toch? En wat hebben we hier allemaal rondlopen van deze kadavers? Kadaver, weet je wel wat een kadaver is? Dat is een dood dier. Ja, nou en. Zijn ze dood? Nee. Ja, nou en, schijt aan. Nou! Ik mag ze niet. Nee, ik mag ze ook niet, maar daarom is het nog geen kadaver. Net zo min als die kraaien mag ik ook niet, want die brengen de dood. En lekker een lekker dood maken. Lekker, nee hoor. En wat wou je nieuw in de pan? En lekker een lekker stukje vlees. Wat Nee, ik vind het ook vies. Sorry. Ik vind het ook vies. Ja, dus, want het is wild vlees en dat is niet lekker. Nee, precies. Nee. Ook heel mooi gemaakt. Heel mooi gemaakt. Ja, handig. Ja, I know. Wait. Ik wacht wel hoor. En totdat iedereen niet zo erdoorheen. Het is handig hè. Zo, ik heb hem erop hè. Eindelijk, heel mooi. Nou, toen liep ik alweer in de binnenstad. Nou ja, binnenstad. Ik noem het al niet eens meer een binnenstad. Nee. En wie is er bij mij? Hoi. En de kleine vierpoot rekijs mee. Ja, ja. Helemaal gezellig. Ja. En we hebben nou net even zo'n bakje gedaan. Ook gezellig. Dus een beetje, een beetje bewolkt. Zien jullie dat? Ja, hè? Ja, dat zien jullie. Dus ja, we gaan nu eventjes naar een winkeltje waar ik al heel lang niet meer ben geweest. Dus gaan we even kijken. En ik heb ook wat andere dingetjes gekocht. En nou ja, eens even kijken. Zo, Rijka uitlaten. Deze kant op. Dame, deze kant op, schatje. Nee. Dus kom maar, oversteken. Daar is mama. Mimi. Ja, van het toeletje af hier. Wat zo? Nee. Kijk eens, mama. Ja. Wat ruik je helemaal? Kom dan. Ja, dus dat. Zo. Toen had ik deze vriend er ook weer eens een keer op. Jee.
Ja. Toen ook daar dus de Boreiland. Ja. Ook leuk. En dan loop ik zo meteen gewoon weer lekker helemaal die kant weer op. Jee, zo meteen. Maar eerst even deze grote vriend erop hebben. Ja. En dit is een nieuwe boot. Maar dan zeg ik eerst even deze grote jongen er ook op hebben. Nog een klein stukje lopen. En dan mag ik weer helemaal teruglopen. Jee, joepie. Het is zo koud is het niet, het is lekker. En vannacht weer terug naar Den Haag. Den en Den, ja, Den Haag en Den Helder. Het begint allemaal met Den H. Ja. Ja. Zo, kijk, binnen bijna. Ja, ik heb hem er helemaal op. Yay! Hé, dan zie ik vanavond ook weer. Straks, denk ik straks. Straks hoor, nog even. Het is nu 4:00 in de middag. Ja. Dat is het leven, hè. Weekend, 's nachts werken. En dan... Morgen weer de hele dag bijna op bed liggen. Lekker een beetje bijkomen. Ik wel. Dus het komt ook weer goed. Alles komt goed. Nee, ik ga lekker de vlog afsluiten. Het weekendvlog. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En vind je deze vlog leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet te abonneren. Doe het belletje aan. Laat een duimpje omhoog. Achter. En laat een leuke reactie achter. Dan zeg ik, zoals altijd, dankjewel. Tot morgen. Dikke toet op je snuit. En tot morgen bij een gloednieuwe